Hallo en welkom in mijn keuken. Het is lunchtijd of bijna lunchtijd en ik ben hier eigenlijk klaar om mijn lunch voor vandaag klaar te maken. En daar voeg ik bijna elke dag avocado aan toe. En in deze korte video wil ik jou graag vertellen waarom ik bijna elke dag avocado eet, wat ik daar zo geweldig aan vind. Ik wil jou ook vertellen wat je er zoal mee kunt doen. En ik wil jou ook vertellen, en dat was voor mij wel echt een openbaring toen ik dat ontdekte, hoe je kunt weten of je avocado rijp genoeg is om te verbruiken. En vooral, als die dan niet rijp genoeg is, hoe je die in 10 minuten tijd rijp kunt maken. Dat vond ik geweldig. Dus dat zijn de dingetjes die ik vandaag jou wil schenken. Dus als je dit leuk vindt, geef me even een duimpje of geef me een hartje. Dan weet ik dat ik goed bezig ben. Dat vind ik super tof. Alright, waarom vind ik avocado zo geweldig? Voor mij is avocado een superfood. Het is eigenlijk een superfruit, want avocado is fruit. Maar voor mij is het vooral een bron van goede vetten. Goede vetten zoals er nog meer zijn. Hier, olijfolie, kokosolie. Bio, weliswaar. Noten, pitten en zaden. Dan hebben we eigenlijk de belangrijkste goede bronnen van vetten. En waarom dat zo belangrijk is, dat komt straks aan bod. Want ik ga jou vertellen welke gezondheidsvoordelen en afslankvoordelen avocado heeft. Het is ook een heel goede bron van vezels. En wie mij een beetje volgt, die weet dat ik ervan overtuigd ben dat de meeste mensen, en zeker vrouwen, te weinig vezels eten. En kijk, wat is voor ons lichaam essentiële voeding? Ten eerste eiwitten, goede eiwitten. Ten tweede goede vetten. Ten derde vezels. Met die drie zaken wordt ons lichaam gebouwd. Dat zijn de bouwstenen van ons lichaam. Dus toch wel essentieel en belangrijk. En weet je, avocado bevat die alle drie. Daarom is dat voor mij dus een superfood. Oké, wat bevat het nog? Vitamine, magnesium. Zoveel mensen hebben tekort aan magnesium. Het supplement magnesium is niet altijd gemakkelijk op te nemen. Eet eens wat meer avocado. Ook naar gezondheidsvoordeel, daar had ik het zo net over. Er is onderzoek naar gedaan en avocado is officieel vastgesteld tot voedingsmiddel dat zeer gunstig werkt in het voorkomen van hart- en vaataandoeningen. Weet je dat avocado je cholesterol in balans brengt? Bij onderzoek, en als ik spreek over onderzoek, dan heb ik het niet over ergens in een achterkeuken of in een garage met 20 man even een paar dagen een testje gedaan. Hè. Ik heb het over wetenschappelijk onderzoek volgens de wetenschappelijke methode, zodanig dat je er ook wel iets kan uit concluderen. Dus uit dat onderzoek, verschillende onderzoeken, is gebleken dat mensen de LDL, dus wat wij noemen de slechte cholesterol, wat eigenlijk helemaal niet waar is, maar goed, mensen noemen het zo, de LDL, die was drastisch gezakt bij de mensen bij wie die te hoog stond. Dus het verlaagt je cholesterol. Een goede reden voor wie daar problemen mee heeft om avocado te eten. Het zou ook preventief werken in tegen het ontwikkelen van bepaalde kankers. Zeg, en avocado is ook je anti-aging vriend, hè? Want avocado vertraagt onze verouderingsprocessen. Dus als je er goed, lang en goed en fris en jong wil bijlopen, dan moet je avocado eten. Het voedt ook onze huid van binnenuit. Dus als je er lang, fris, jong en met een mooie, gladde huid wil bijlopen, dan moet je avocado eten. Oké, en dan een misverstand uit de wereld helpen. Zoveel mensen zeggen tegen mij, ja maar Tanja, avocado dat is een caloriebom, daar word je dik van. Dat is niet waar. Je wordt niet dik van avocado, integendeel. Het gaat je helpen om af te slanken. Ja, maar zeggen ze zoveel calorieën? Zoveel calorieën, enfin. Ik ga... Oh,
ik moet die discussie blijven aangaan, ook al vind ik het vervelend. Maar goed, ik ga het blijven herhalen tot iedereen het weet. Dus vertel het voort. Kijk, calorieën zijn niet boeiend. Calorieën zijn meestal niet boeiend. Wanneer zijn calorieën boeiend? Van waar komen ze? Van waar komen de calorieën? Dat is boeiend. Avocado bevat per 100 gram, zo wordt dat uitgedrukt, per 100 gram 160 calorieën. Een punt slagroomtaart. Hey Tekla, fijn dat je kijkt. Hoi hoi. Een punt slagroomtaart bevat, een kleine, 100 gram, dat is een kleintje, hè, bevat 300 calorieën. Dat is bijna twee keer zoveel, om te beginnen. Maar, wat gaat uw lichaam doen met die slagroomtaart? Dus te zeggen, wat gaat je lichaam zinvol doen met die slagroomtaart? Niks! Het enige wat je lichaam met die slagroomtaart kan doen, is ze op de hoop gooien. Rond uw middel nog een extra laagje brengen. Hey Katrien, tof dat je kijkt. Snap je, terwijl die avocado, je lichaam gaat zeggen, jee, allemaal goede bouwstenen hier. Waar dat we cellen mee kunnen vernieuwen en cellen kunnen mee opbouwen, waarmee dat we dat lichaam hier kunnen herstellen. Goede eiwitten, goede vetten en goede vezels. En mineralen en vitamine. Snap je wat het verschil is? Snap je waarom ik zeg dat calorieën tellen meestal niet zinvol is? Alright, dat was even tussendoor. Goed, maar ik heb jou gesproken over dat over die onderzoeken die gebeurd zijn rond avocado. Wel, het is vastgesteld dat dat avocado een zeer gunstige invloed heeft op ons metabolisme. Dat wil zeggen op onze verbranding. Het gaat ervoor zorgen ten eerste dat je meer energie hebt. En wie wil er nu niet meer energie? En ten tweede, het gaat helpen om af te slanken. En ten derde, het gaat ervoor zorgen dat je minder vet gaat opslaan rond je buik. Mensen, het vet rond je buik, dat is het slechte vet, hè? Avocado zorgt ervoor dat je daar minder vet opslaat. Hé, zijn dat niet allemaal goede redenen om elke dag avocado te eten? Ik denk het wel. Oké, eens kijken. Als ik naar beneden kijk, dan is het omdat hier een paar van mijn woorden hangen. Want ik bereid dit voor, hè, want ik wil u een tijd niet verdoen. Hè. Ik heb mij goed voorbereid en ik wil vooral niks vergeten. Belangrijke, waardevolle dingen. Ah ja, nog iets heel belangrijks. In verband met dat afslanken ook. En in verband met die energie. Ook in dat onderzoek is gebleken dat mensen die... Goed luisteren nu, hè. Mensen die... Elke dag, ze hebben dat gedurende 30 dagen gedaan, elke dag gedurende één maaltijd kregen die mensen een halve avocado bij hun maaltijd. Een halve avocado bij hun maaltijd. Dus ze hadden allemaal een beter cholesterolwaarde, ze hadden meer energie. En sommigen waren echt afgeslankt en ze bleven tot 40% langer verzadigd. Dat is nog een reden waarom je... Of waarom mensen kunnen afvallen. Met avocado, dankzij avocado, want het gaat je verzadigen. Wat zijn de dingen die ons verzadigen? Verzadigen wil zeggen dat je minder snel terug honger hebt. Hè? Verzadiging krijg je door goede eiwitten, goede vetten en goede vezels. Zie je? Het is altijd hetzelfde. Maar dat is voor zoveel dingen goed. Dus je gaat veel minder snel honger hebben. Dat is de reden waarom ik bijvoorbeeld een halve avocado toevoeg 's morgens aan mijn shake. Soms, niet altijd. Een halve avocado toevoegen aan mijn eiwitrijke shakes morgens van mijn ontbijt. En ik kan rustig tot de middag door zonder dat mijn maag gaat knorren. Of zonder dat ik in de verleiding kom om voor een koekje of een stukje chocola of wat dan ook. Of een pralientje van een collega die jarig is enzovoort. Snap je? Dus allemaal voordelen. Alright. Ik denk dat we er... Oh, dankjewel voor het compliment, hè, Kla. Goed. Allemaal redenen. Je snapt waarom ik daar zo'n fan van ben, hè. Nu, een hele belangrijke. Ik vind het zonde, doodzonde, om goede voeding weg te gooien. Ik neem aan, jij ook. En ik probeer mijn avocado's altijd, ik koop die dan in de Colruyt, bio te kopen. Want bio is toch wel iets beter. Ik zal daar later nog wel eens op terugkomen. Maar hoe weet je nu of die avocado echt rijp genoeg is om te eten? Want geloof mij, een avocado die niet rijp is, jok, dat is niet lekker. En je zult maar voor hebben dat je hem opensnijdt en brrr, blijkt niet rijp te zijn. Hoe kun je dat nu weten? Want let op, hè. In de winkel zetten ze erop ripe, hè.
etens klaar, maar dat, meestal is dat niet zo. Hè? Dus je moet daar echt wel mee opletten. Oké, hoe kun je dat nu weten? Ten eerste, kijk naar de kleur. Dit is een soort die het vaakste voorkomt. Katrien, even, voeg jij dit toe aan chocolade of vanille? Aan alle twee. Aan alle twee, Katrien. Ik vind dat kei lekker. Dat is gewoon... Ik ga straks nog een paar dingen vertellen hoe dat je avocado kunt verwerken. Hè. Weet je, avocado is fruit. En fruit, dat gaat zo goed, even goed bij vanille als bij chocolade. Dit is de hals variant. En je moet naar de kleur kijken. Die moet donker zijn. Als dat nog zo wat groen is... Dan zal het waarschijnlijk nog niet rijp zijn. Een tweede wat je kunt doen is zo daar lichtjes op duwen. Lichtjes, hè. Zeker als je dat in je winkel doet, moet je opletten, hè. Lichtjes op duwen. En dan moet ze een klein beetje meegeven. En als dat zo'n klein beetje meegeeft, dan ja, dat is een goed teken. En wat je dan kunt doen is, kijk hè. Hier heb je zo een houten dingetje, zo een stukje van de stengel, hè. Je prutst dat daaruit. Dat kun je natuurlijk niet in de winkel doen, hè. Allee, normaal gezien niet. Dat doet het dan thuis, hè. Kijk, en dan heb je zo een gaatje. Kun je dat eigenlijk zien? Want ik zie het beeld niet goed. Ja, voilà. Dan moet dat eigenlijk oker zijn. Zo lichtbruin oker. Als het bruin is, dan is hem over tijd. Als het nog groen is, dan is hem niet rijp. Oké? Dan kun je eventueel dat dingetje daar terug in prutsen. Of je kunt hem gewoon een beetje laten liggen. Nu, als je dan zegt van oké, hij is rijp, dan snij je hem door en dan kun je hem verwerken. En ik heb hier nog mijn helft van gisteren. Dus gisteren heb ik een halve in mijn slaatje gemaakt en nu ga ik straks een andere helft gebruiken. En wat ik doe om die te bewaren, ik leg die gewoon in de koelkast. Oeps, ik laat die pit erin zitten. En dan leg ik die zo op zijn buikje, leg ik die in de koelkast. En dan is die redelijk oké. Die is een klein beetje geoxideerd, maar ja, daar gaan we nu niet onnozel over doen, hè. Maar als je dat niet doet, dan wordt hij helemaal bruin. En dan, ja, we eten ook met onze ogen en dan is hij geoxideerd, minder kwaliteit, blablabla. Bla, bla, en dan is dat niet zo smakelijk. Goed, dus dat is een trucje. Oké, stel nu, je hebt mensen uitgenodigd en je gaat koken en je gaat een lekkere guacamole maken. En je gaat avocados kopen en ze zijn niet rijp. En je hebt niet de tijd om nog overal rond te zoeken, om nog rijpe avocados te zoeken. Dus ja, je moet ermee aan de slag. Wel, ik heb een trucje om je avocado binnen de 10 minuten rijp te maken. En dat trucje is het volgende. Je verwarmt je oven voor op 100 graden, max 100 graden. Ik heb een hete luchtoven en dan moet zo... ik blijf zo onder die 100 graden. Elke oven is een beetje anders, hè, dat weet je wel. Hè. Dus je moet je oven een beetje kennen, maar in elk geval niet boven de 100 graden. Hè. En dan... wikkel je je avocado, die dus niet rijp is, je harde avocado, wikkel je in aluminiumfolie. En je zorgt ervoor dat de blinkende kant van binnen zit. Dag Karin! Hoi hoi! De blinkende kant van de alufolie van binnen, je wikkelt die daarin en je legt die 10 minuutjes in de oven. Na 10 minuten haal je de avocado eruit, je doet de alufolie eraf en je legt hem in de koelkast tot hij afgekoeld is. En dan is je avocado rijp. Goeie truc toch, hè? Ik vond dat geweldig. Toen ik dat leerde, dacht ik van, wauw, nu ben ik eruit. Oké, goed. Hoe kun je die nu gebruiken? Wel, ik zei het daarnet al, hè. Ik durf die wel eens een halve dan mixen onder mijn shakes morgens. Want ik heb graag een consistente shake. Ik heb niet graag zo'n liquide shake. Maar ja, dat is persoonlijk. Maar het voordeel is dus, zoals ik daarnet al zei, dat ik dan vlotjes tot de middag toekom. Dus ik heb geen honger tot de middag. Wat kun je er nog mee doen? Je kunt er heerlijke desserts mee maken. Ik maak er soms chocomousse mee. Hier in Sint-Amandsberg in de bio-shop hebben ze avocado-taart. Zonder gluten, zonder lactose. Maar die is, die is zo lekker. Echt waar. Wat kun je er nog mee doen? Ja, mijn all-time favorite voor avocado is guacamole. Guacamole, dat is zo die groene dip die je wel eens ziet. Je kunt dat ook kopen, maar maak dat zelf. Dat houdt er niks in en het is veel lekkerder. En daar zit al die embrol niet bij in. Hè? Dus ik maak dat dan met zo'n ene rijpe avocado. Met een gewone pruimtomaat. Die ik dan
schil en de pitjes eruit en dan fijn daaronder mixen en dan een beetje limoensap en van die avocadotaart van Pascal Nasus. Ah, oké, heeft hij dat ook? En wel, voilà, zie je, avocadotaart, wauw. In het begin, als je dat ziet, dan denk je van, oeh, dat is iets raar, dat is zo groen, maar dat is zo lekker. Waar was ik nu? Ah, ik was guacamole aan het maken. Ja, en dan doe ik daar zo nog van die, zo een peperke in. Dat ik geroosterd heb eerst. En kleine stukjes en dat eronder mixen. En dan wat verse koriander eronder. Oh, dat peperzout, dat is fantastisch lekker. En in plaats van, hey Auke, in plaats van dat te eten met van die tortillas of van die toast of van die, wat eten de mensen daar allemaal bij? Trouwens, dat is de reden waarom je dik wordt van avocado, hè? Dat is niet van die avocado, maar dat is van al de rotzooi dat je erbij eet. Die chips en die tortillas en die enchiladas en wat is het allemaal? Ik weet het, guacamole is Mexicaans, maar daarom moet je nog niet all the way Mexicaans gaan, hè? Dus wat ik daarbij serveer, en dat is eigenlijk heel grappig en dat is super lekker en zo gezond, dat zijn geroosterde pompoenpitten. Geroosterde pompoenpitten, ook even roosteren in een oven en... Oh, echt onwaarschijnlijk lekker. Ik neem aan dat iedereen wel zijn of haar receptje van guacamole heeft. Als dat niet zo is, als je graag mijn receptje wil, zet dan even in de commentaren recept. En dan zorg ik er wel voor... Hoi, Christine. Dan zorg ik er wel voor dat je het receptje bekomt. Goed? Dus als je dit leuk vindt, als je hier iets aan hebt... Mensen, hebben jullie hier iets aan gehad? Heb je iets geleerd? Is dit zinvol? Is dit leuk? Laat het dan even weten. Hè? Geef mij een duimpje of een hartje. Dan, dat is leuk, anders ben ik zo in het ijlen aan het praten. En dat is zo'n beetje raar. Dus als je graag het recept wil van mijn guacamole, altijd succes. En heel gemakkelijk om te maken. Dan zet je maar in de commentaren recept. En dan zorg ik ervoor dat jij dat recept krijgt. Voilà, tot zover mijn betoog van vandaag. Amai, het was weer een hele boterham. Hè? Ik denk altijd, ik ga vlug even kort een video doen. En voordat ik het weet, ben ik weet niet hoe lang bezig. Maar bon. Ik heb verteld waarom ik zo een fan ben van avocado en waarom ik het bijna elke dag eet. 2, ik heb verteld hoe je hem kunt gebruiken. En 3, ik heb verteld wat je kunt, hoe je kunt weten of die rijp is en wat je kunt doen als je er toch mee aan de slag wil en hij is nog niet rijp, hoe je hem binnen de 10 minuten rijp kan maken. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Ik hoop dat dit waardevol voor jou was. Als dit zo is, ik lees je commentaren zeer graag in de reacties hieronder. Laat het mij even weten. Als je denkt dat er iemand anders is die dit ook leuk vindt, hey, sharing is caring. Dankjewel. En als je mijn pagina nog niet hebt geliked, doe dat dan even, want het is super spannend. Ik moet nog 6 likejes hebben en dan heb ik 2000 fans. En als je bij Facebook 2000 fans hebt, dan val je in een hogere liefdescategorie of zoiets. Dan ziet Facebook jou een beetje liever en dan kan ik nog meer mensen helpen met dergelijke tips en adviezen. Zorg goed voor jezelf, want dan kun je ook... beter zorgen voor anderen. Ik zie jou heel graag in de volgende video. Geniet van je dag. Bye bye.